Biedeboer wordt mede mogelijk gemaakt door Abiant Oetzendgroep en John Breider Landbouwmechanisatie. Goedemorgen, vandaag staan we in Eelde op de boerderij van William Polling. En hij is een paar jaar geleden zelfstandig begonnen als boer. En in deze serie gaan we even kijken hoe het nou is om als jonge boer in deze tijd te werken. Dus laten we William gaan zoeken. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor bedrijf heb jij hier staan? Ik heb een melkveebedrijf. Ja? Ja, met 240 melkkoeien op dit moment aan de melk. Oh, best wel veel. Ja, ja. Klopt. Nou, kunnen we een kijkje nemen? Ja, zeker kan daar. Oké. Dus 240 koeien? Ja, 240 melkkoeien. Met elkaar hebben wij hier denk ik een 400 stuks vee. Niet alleen op deze locatie, hier in de buurt hebben we nog een locatie erbij, zeg maar. Oké. Okay. En daar staan ook 30, 40 koeien staan er nog van ons. Je doet het niet allemaal in je eentje, neem ik aan? Nee, op dit moment hebben wij drie werknemers. We hebben één jongen die zit hier vast op de koeien. Dus zeg maar de koeienman. Ja. En ik zit ertussen, koeien en het landwerk. En dan is er nog één die doet koeien en landwerk. En dan hebben we nog één die zit volledig op het landwerk. Oké. Okay. En totaal een 296 hectare land. Dan van 60 hectare natuurland. En dan groeien 60 hectare mais. En de rest is allemaal gewoon grasland. Dus genoeg hulp. Genoeg hulp. Okay. En genoeg te doen. En hier hebben we het kantoor. Hier staat de computer en alles van robots, medicijnregistratie en alles hebben we hier op papier staan. Dan kun je nou ja, gegevens van de koeien zien, hoe ze het doen en al dat soort dingen, zeg maar. Dagoverzicht. Ja, een beetje dagoverzicht van de productie en het voeren en een beetje de statistieken van het melken, zeg maar, hoe vaak ze komen. Hoeveel koeien er onvolledig gemolken zijn en al dat soort dingen, dat kun je hier allemaal op zien. Kun je gewoon via de computer allemaal in de gaten houden? Ja, klopt. Dat is wel handig. Ja. Ben je vooral naar school gegaan? Ja, ik ben in Groningen naar school geweest op Terra MBO. 4 jaar of zo ben ik heen geweest. Ah, ja. In de stad. Ja, in de stad, ja. En hoe kwam je dan op het idee om zelf een boerderij te beginnen? Of een melkveehouderij? Nou, we hadden eerder hier altijd vleesvee. We hadden 240 stuks vleesvee hadden we eerder altijd. En toen kwam er sprake van dat het melkquotum eraf ging. En toen zijn wij met z'n allen aan tafel gegaan van ja, wat gaan we doen, wat willen we. Ik wou eigenlijk de boerderij altijd op. Dat vond ik altijd mooier. We hebben ook een garagebedrijf, dat doet mijn vader, zeg maar. En dat wou ik sowieso niet overnemen. En toen leek me dit wel veel mooier. Ik zag gewoon bij een boer aan het werk. En toen zei mijn pa van nou ja, we kunnen ook gaan bouwen dat we het zelf allemaal gaan doen. Nou ja, dat is natuurlijk een kans die je met twee handen moet aangrijpen. En dat hebben we toen gedaan. Dus zijn we gaan bouwen. Of naar het plan maken eerst natuurlijk en alles. En al dat soort dingen. En nu staat dit er. Ja. En was het moeilijk om te beginnen? Nou ja, aan het begin. Je hebt natuurlijk wel heel veel opstartproblemen. Het is allemaal nieuw. En het ding wat je met vleesvee had, dat heb je hier natuurlijk niet. Het is allemaal heel anders. Dus ja, dat is wel heel erg wennen eigenlijk. Ja. Ja. Al lerend beginnen. Ja, al lerend beginnen. Ik zat nog op school. School heb ik er eigenlijk wel afgemaakt, maar het heeft wel wat langer geduurd, zeg maar. Ja. Ja. Door de drukte met werk? Ja, de drukte hier en alles. Je hebt het hier hartstikke druk. Je komt thuis niet meer naar school toe. Je hebt je eigen bedrijf natuurlijk. Ja. En in het eerste half jaar heb ik het zelf gedaan, zeg maar. Toen is er één man bijgekomen. Ja, toen kwam er steeds meer werk, steeds meer werk, steeds meer werk. En toen is er nog één bij aangenomen. En toen vorig jaar hadden we een stageloper, die is heel goed bevallen. En die wou me hier eigenlijk wel houden. Dus die werkt hier nu ook. En die jongen bij de koeien, die gaat per 1 januari gaat die weg. Die gaat weer richting zijn geboortedorp, zeg maar. Okay. Dus ja, daar zoeken we ook nog één voor. Weer op zoek naar nieuwe. Ja, we zijn weer op zoek naar nieuwe voor bij de koeien. Ja. Dus met het hele team hier dagelijks aan het werk? Ja, het hele team zijn hier overdag met 4 man, zeg maar. Oké. Okay. En zijn oma die is er altijd nog. Oh, die hield ook mee. Ja, en mijn moeder die voert de kalfjes. Daar zijn jullie laatst ook een keer bij geweest, hier zo. Ja. En mijn vader die helpt altijd nog 's morgens, 's weekends, 's avonds. Als het nodig is, dan is hij hier ook altijd, zeg maar. Het is toch nog wel een beetje familiebedrijf. Ja, klopt. Nou, leuk. Ja. Nou, gewoon even verder kijken. Hier hebben we als het ware de ziekenboel.
Dus voor een zieke koeien zeg maar, die zit hier zo. En die krijg ik een beetje speciaal met hooi en alles erbij. Gewoon even een beetje verwenderij en alles dat soort zeg maar. En daarnaast hebben we de groep die de koeien die droog moeten zeg maar. Droogstaan, dus die noemt altijd een beetje de zwangerschapsverlof zeg maar voor de koeien. Die komen daar dan pauzeren op hooi en stro. Waardoor de melkproductie er wat meer onderweg gaat. En jij werkt hier ook? Ik loop hier stage. Oh, je loopt hier stage. Mm-hmm. En wat moet je hier dan allemaal doen? Ik loop elke dinsdag 6 weken lang hier stage. En ja, dan ga ik een beetje meelopen met de boer. En dan weet ik nog niet wat we gaan doen. Hoe lang loop je hier op stage? Dit is mijn eerste stagedag. Oh, dus... vind je het al een beetje leuk? Ja. Ga je eerste dag nog maar? Ja. Dan gelijk op kamer. Ja. Interviewen wij. Jij wil later ook boer worden? Dat weet ik nog niet eigenlijk. Ga je vandaag achterkomen? Ja. Stage. Ja, ga ik in deze stageperiode achterkomen. Nou, leuk. Nou, succes nog. Ja. En hier heb je alle koeien staan? Ja, hier hebben we alle melkkoeien staan, zeg maar. Hier met de melkgevende dieren staan hier allemaal in deze stal. En wat is deze spannende machine? Ja. Die gaat 24 uur per dag door. Elke 2 uur gaat hij... rijdt hij voor de voerrek langs, zeg maar. Dus ja, dat scheelt een hele hoop werk. Ja. En de koeien zijn er nu aan gewend? De koeien zijn er aan gewend. Je slikt er allemaal wat aan. Het is wel interessant als die weer voorbij komt. Nieuwsgierige dieren, ja. Hè? Ja. Dat is best wel mooi. Maar vond ze de camera ook wel interessant. Ja. We hebben hier, toen wij hier zijn begonnen, hebben wij hier een maatlaat duurzame veehouderijstal neergezet. Dat, met andere woorden, dat is alle looplijnen en alles voor de koeien, daar is allemaal om gedacht. Extra brede paden bij het voerrek langs, bredere boksen, bredere paden tussen de boksen, dichte vloeren erin. Dat is een beetje verplicht nou bij elke nieuwbouw, zeg maar. Dus ja. Eigenlijk hebben de koeien het hier heel luxe. Ja, beide kanten hebben ze 2 koeborstels, dus okay. Ja. Dat vuur is lekker. Ja. Daar lopen ze de hele dag weer onderdoor. Het is op dit moment rustig bij de borstels, maar die erachter die draait wel. Oh ja. Ja, klopt. Ze waren er ook heel schoon van. Vaak omdat je ze boksen strooit en zo, doen we elke dag 2 keer. Doordat komt er heel veel stof vrij. Ja. Of nou ja, er komt wat stof vrij. Niet heel veel natuurlijk, maar dan worden de koeien niet wat stoffig van. Gaan ze onder de borstels door, dan worden ze ook wel wat schoon van. Ja, precies. Oh, en messchuif gaat ook automatisch. Ja, messchuif die loopt hier ook automatisch over de roosters heen. En hoe is het nu om in deze tijd boer te zijn? Ja, het is de regels van dit moment, het is gewoon, zacht uitgedrekt, het is gewoon heel lastig allemaal. Ja. En de media die verdraait het natuurlijk ook heel veel en dat is ook heel jammer. En ja, dat heb je hier op zich wel heel veel last van, waardoor je ook heel veel negatieve reclame krijgt hierheen. Want heel veel mensen hier in de buurt, ja, ze zijn boeren en voor de rest weten ze er niks van. En doordat de media negatieve dingen gaat zeggen, krijg je ook heel veel negatieve berichten vanuit die kant, zeg maar, terwijl ze niet weten hoe het hier gebeurt. En ik zeg altijd, degene die wil komen kijken, je mag komen kijken, de deur staat altijd open, laat hem weten dat je komt en je bent altijd welkom, dat is geen probleem. En dan kun je zien hoe het hier gaat en wat we eraan doen om die koeien het zo best mogelijk naar de zin te maken. En wat voor negatieve berichten merk je dan? Vooral nou, de mensen hier? Of... Het is vooral hier in de buurt niet echt. Hier in de buurt weten de meeste mensen wel wat we aan het doen zijn. Maar bijvoorbeeld als we hier willen gaan bouwen, dan hoor je direct weer van ja, het is een megastal en dit en dat. Terwijl het eigenlijk maar om een heel klein iets gaat, want wij mogen hier niet groter. Nee. Dus ja, het is vaak, het wordt vaak aangedikt, zeg maar, door de meeste mensen en dat is dan heel jammer. Iedereen heeft zijn mening. Ja, iedereen heeft zijn mening en het zijn altijd maar die stinkboeren en die zorgen voor de negativiteit en alles, dus ja, dat is wel heel jammer. Ja. Dus jij maar beter weet, toch? Ja, wij weten het beter en daarom zeg ik ook altijd van de mensen die willen komen kijken, kom langs en... zie hoe wij hier met ons vee omgaan en je mag alles zien, we hebben geen geheim. Je mag alles van ons zien, behalve de persoonlijke gegevens en alles, zeg maar, ja, zeg ik altijd. Ja. Nou, dan gaan wij dat vandaag even allemaal laten zien, toch? Ja, ja, dat mag zeker. Ja.
Nou, hier komt het jongvee. Vanaf een half jaar komt hier in deze schuur, zeg maar. Als ze een half jaar oud zijn, dan komen ze voor uit het strohak. Dan komen ze hierheen, komt het hierin. Schuift het allemaal zo door, hierheen, naar achteren. Dan gaat het naar links. En vanuit links, daar zitten stieren bij hen. Die maakt ze drachtig. En als ze dan drachtig zijn, dan gaan ze naar een andere boerderij toe. En als het dan vlak voor kalven zijn, 4-5 weken, dan halen we ze hierheen. En dan komen ze buiten het grote strohak. Juist. En dan komen ze dan af. En dan gaan ze de grote wereld in, zeg ik altijd maar zo. Ja. Nou, hier hebben we de close-up groep, noemen we het. Dat is de koeien die vlak voor het afkalven zitten. Vaak 2 weken voor het kalven, 2,5 week. Dan komen ze hier in de potstal. Mooie, in de natuur hooi ligt hierin. Als een bedding. En daar kunnen ze dan in liggen. Hier kalven vaak ook af. En dan gaan ze hiernaast naar de stal in. En dan komen ze tussen de melkkoeien. Het mooie aan boer zijn, je bent altijd er buiten. Het is de vrijheid die je hebt, zeg maar. Al wordt die vrijheid je op dit moment wel aardig ontnomen door de regering. Ja. Maar ja, daar hebben we nou eenmaal mee te doen. En ja, je bent altijd bezig. Het enige nadeel is, je bent niet vaak vrij. Maar ja, daar heb je een keuze voor gemaakt. En elke dag is anders. Nooit een dag is hetzelfde. De ene dag dan ben je druk tussen de koeien. En de dag daarna is het mooi weer en dan ben je op land aan het maaien, zomers. En de dag daarna moet mest er weer op. Het is gewoon de verschillende dagen, dat maakt het vaak leuk. Er is nooit een dag hetzelfde. En vind je het ook zwaar? Als ik s'avonds op stap ben geweest, is het best wel zwaar. S'ochtends weer vroeg eruit? Ja, s'ochtends elke morgen wel om 5:15 beginnen we vaak, 6:00, 5:15. Dus ja, dat moet elke morgen wel. Dus dan valt het niet altijd mee om onderaan te staan, maar ja, het moet wel. Ben je brak aan het werk dan? Ja, nou, het gebeurt de laatste tijd niet vaak meer hoor. Nee. Ik ga niet vaak meer op stap, maar het is meer een beetje aan mezelf, denk ik. Omdat je gewoon, je moet de dag daarna er wel weer staan. Ja. Nou, hier hebben we de kleinste kalfjes. Wat vind je nou het allerleukste aan boer zijn? Ja, het mooiste. Dit is toch wel als een koe weer drachtig is. En dat dan weer een kalf uitkomt, dat het kalf weer goed doet. Zoals je hier dan ook ziet bij de kalver. De kalver er goed uitzien. En daar heb je gewoon aardigheid aan. En dat je weer goed kwaliteit ruwvoer van het land afhaalt, dat is ook altijd mooi. Ja, het is gewoon ook een met elkaar, dat is natuurlijk ook heel mooi. Soms ook, als we een dag in de inkuilen zijn geweest, ja, dan zit je s'avonds gezellig na met z'n allen, met een flesje bier erbij. En je zet de frituurpan in aan. En gewoon het hele complete plaatje en met elkaar en de gezelligheid wat je met elkaar hebt. En ja, dat maakt het gewoon gezellig en mooi. Nou, hiernaast hebben we de kleinste kalfjes nog. Een babyboel geweest. Ja. En hoe vind je je eerste stagedag? Ah, heel leuk. Ja. Ja. Ik vermaak me nu al. Ja? Ja. Hoe laat ben je begonnen? 9:00 was ik hier. Oh ja. Nee, maar ik ga nog wel een keer heel vroeg nog hier naartoe. En dan moet ik ook eerst heel ver fietsen en dan ga ik hier naartoe. Ja, ja, het lijkt me wel heel leuk om nog een keer. Om een keer vroeg te beginnen. Dat is van 4 januari, die is best groot. Is het dan een stier? Ja. En die houden jullie niet dan denk ik aan? Nee, stiertjes gaan vaak, als ze 2 weken oud zijn, dan gaan die vaak weg. Bijna alles wat hier zit zijn stiertjes. Oh. Vaarskalfje deze. En waar doen jullie ze dan heen? Stiertjes die gaan vaak onder de veehandelaar mee. Heb je ook een favoriete koe? Nou, niet echt. Je hebt wel een aantal makke koeien in de stal die altijd bij je komen als je er doorloopt. Maar alle koeien moeten je favoriet zijn, zeg ik altijd maar zo. Want ze doen het ook allemaal voor ons, hè? Dat is waar. Ja. En hoeveel jaar zijn jullie nu bezig? Wij zijn vanaf 2015, 12 januari 2015, zijn de robots aan de draai gegaan. En sinds toen zijn we eigenlijk aan het melken. Het is een heel nieuw avontuur. Ja. Ja. Kom er maar bij, hè? Ja. Oh, kom maar, nee. Hey. Dit is de aanstichter. Dit is, eigenlijk moesten ze er wel in houden, dit is de aanstichter van alles. De aanstichter? Wat dan? Ja. Hier komt de liefde voor de koeien weg. Ja. Dat is wel zo. Ja. Ja. Maar goed. Ja. William neemt nou over, dus. Hè?
Ja. Maar u helpt ook nog mee, hoorde ik. Ja. Morgens, 's avonds. Ja. Haalde nog elke dag de koeienbaan. Ja? De attentiekoeien van de robot. Ja. En als dat wat is, dan schrijft ze dat altijd op. Nou, dan moeten wij er wat mee doen. Tja. Doe maar. Dat heeft ze wel een hele leven gedaan? Ja, precies. Ja, helemaal. Dus je hebt er wel verstand van? Nou ja, wel een beetje. Ja. Nee, maar zo is het gewoon. Ja. En dat bent u ook nog niet van plan te stoppen? Nou ja, nee. Een beetje minder soms. Doe ik wel eens wat, maar nee, ik vind het nog veel te mooi. Als ik thuis ben en denk, wat moet ik nou doen? Ja. Ja, je zit daar helemaal in dat ritme, hè? Ja. En hoe zie je dit bedrijf nou in de toekomst? Het bedrijf in de toekomst. Ik denk dat we gewoon wel op deze schaal door blijven gaan. Wij willen de akkerbouwtak iets meer oppakken. Het bieten en de aardappelen, zeg maar. Dat doe je nu ook al? Nee, nog niet. Dat wordt dit jaar voor het eerst. Nou ja, en de bedoeling is dan dat ik het over zal nemen in de toekomst. Ja. En samen met mijn vriendin dan, natuurlijk. Die heeft er ook wel over voor? Ja, mijn vriendin die vindt het ook hartstikke mooi. Die werkt, door de week werkt hij gewoon met hem. Okay. En als die vrij is, dan is ze hier vaak. Weekends is ze hier vaak. Als het grashaks om zijn, dan helpt ze mee. Dan rijdt ze mee op de trekker en alles. Dus ja, tref ik het wel heel erg mee. Er zit wel toekomst in voor jullie beiden. Ons tweeën zit er wel toekomst in. En gewoon een beetje met dezelfde jongens hopen dat die zo lang mogelijk blijven. Om daar zo lang mogelijk en zo'n mooie mogelijke periode mee te maken hier. Ja. Nou, wij vonden het leuk. Nou, mooi. Ik wens jullie nog veel succes. Ja. Jij ook met de stage. Kom ik er weer als je in de buurt bent, zou ik zeggen. Nou, leuk. En wie weet, tot ziens. Ja, mooi hè? Mooi. Biedenboer wordt mede mogelijk gemaakt door Abiant Oetzendgroep en John Breider Landbouwmechanisatie.